Taka boys, is Trap King Visa Diesel. En ja, vandaag heb ik een nieuw gameplay voor jullie klaarstaan. Natuurlijk is op de map Raid. En het is natuurlijk weer een nuclear zoals altijd. Is kill confirmed. En ik was daar met Marabous. We gingen lekker mannen squeezen. Dus ja, dat vond ik weer even lekker. En ja, hier ging ik best wel slim spelen. Geen heel veel mannen. Hier was echt best wel mijn aim on point. Maar ja, zoals altijd werd ik in mijn rug gepakt. Dus ja, dat gebeurt altijd bij mij, want mijn teammates zaten daar toch niet te kijken. Ja, ik zie hem maar daar doodgaan. Dus ja, fucked up shit. En ja, wat kut is aan Kill Confirmed is, wanneer iemand dood maakt, moet je per se die tag oppakken. En ja, dan krijg je, als het goed is, heb je dan 150 punten per kill dan. Maar als je geen dog tags oppakt, kan je ook minder snel je streaks halen. Dus dat is juist weer kut. Dus ja, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. En ik heb een paar dingen te vertellen aan jullie. Oh, what the fuck, ik kan daar zijn Chinees of zo. Maar ja, ik heb een paar dingen te vertellen aan jullie. En dat is als het goed is vrijdag. Als het goed is rond 7 uur, 8 uur ga ik live streamen. Gewoon op mijn nieuwe account op van Twitch en die Trap King VZ natuurlijk. En ik moet het nog een beetje mooier maken natuurlijk. Ik heb wel een mooie overlay en al die dingen. En ja, dus ik heb ook van heel veel van die goede dingen. Maar ik moet nog mijn PayPal en zo, al die dingen nog gaan connecten en zo. Dus als dat voor mij is dat wel sowieso gedaan. Voor vrijdag. Ik heb gewoon een beetje moeite mee met het connecten. Met mijn PayPal, met die ding. Dus ik hoop dat het nog gaat lukken. Fucking hell. Wauw. Ja, sorry jongens, ik ben niet echt zo hyped op today. Lange dag gehad. En het is lange tijd geleden dat ik een commentaar heb gedaan. Dus ik ben een beetje. Laat me zeggen. Dan zeg ik weer een woord. En daar zit weer fucking stil. En dan zeg ik weer een woord. En dan zit weer fucking stil. Begrijp je? Dus ja. Gewoon. We zijn een beetje te focussen op de gameplay. Want de commentary sucks today. En dus hier. Zelfs moet je af en toe een beetje slim nadenken. Ja, diegene was gewoon geliefd. Dus die tag was gewoon weg. Dat is heel erg kut. Dus dat is ook weer een nadeel. Aan Kill Confirmed. Dat gebeurt heel vaak. Sorry mensen. En dus ja, vrijdag livestreaming is van rond 7 uur of 8 uur ga ik dan zo daartussenin ga ik dan livestreamen. Ik ga zo, als het goed is, ga ik een video opzetten voor mij een uur van tevoren. Dat ik ga livestreamen, ga ik een video opzetten. Dat zegt wat, hoe laat ik ga livestreamen, wat we allemaal gaan doen en al die dingen met wie, dit, bla bla. Dus ja, ook hoop dat ik nog gewoon een paar mensen tegenkom die allemaal kijken gewoon. En dat is, ja, was ook wel een keertje gebeurd. En willen ze me natuurlijk irriteren. Misschien ze me steeds joinen in de game. Ja. Fucking ja, daar werd ik echt fucking vies genaaid. Maar ja. Ja, eigenlijk. Wat is jullie favoriete map? Mijn is Raid, als het goed is. Ja, Raid. En want het is. Het is niet te groot, niet te klein, het is mooi ingedeeld. Soms vind ik Newtown leuk, soms ook weer niet. En dus dat zijn ook weer die minpunten aan Newtown. Want als het een playing game is en er zijn een paar goede mensen in, weet je sowieso gegarandeerd dat je wat gespawnd hebt naar moe. En dan, als je teams ook slecht zijn, gebeurt dat ook altijd. Dat is heel erg kut aan Newtown. Dus daarom heb ik toch wel liever Raid of zoiets of iets anders. Vroeger was ik heel erg nep. En toen had ik toch wel veel liever, hier wist ik niet wat ik moest doen. Toen had ik toch wel veel liever, weet ik weer, Newtown. Ik weet niet waarom, ik wist gewoon even niet wat de nadelen waren en al die dingen. Dus ja. Er komt een nieuwe intro. Die wordt gemaakt door King of Pop. En ik weet, rare naam. Maar dat wordt door hem gemaakt. En natuurlijk voor Trap King VZ. En als het goed is, vrijdag, rond vrijdag, ga ik een nieuwe
Ja, nieuwe clan. Ik ga een nieuwe clan opstarten. Als diegene zijn Black Ops 2 weer werkt. Laat me dat zeggen. En dan ga ik weer in. Ja, niet weer. Laat me zeggen. Ja, eigenlijk wel weer. Maar. Dan ga ik een clan opstarten. En dat, in die heet eSports Tanks. eSports Tanks. En. Ja, het is best wel mooi. Het is wel een mooie naam. En. Ik probeer een beetje een logo te maken en al die dingen. Ik weet niet of het ook op YouTube dingen zou zijn. Kijk, zie, kijk. Dat is wat we doen. Het zijn gewoon die neppe bots gewoon weer. Lijkt gewoon op bots gewoon. Of recruit. Fucking hell, jongens. Geef ben je wel niet. Sorry hoor. Maar ik zeg je eerlijk. Als het een goede sniper was, ik was er al dood. Kijk. Boom. Confirmed. Dus ja, voor mij zat ik bijna. Had ik bijna die orbital als het goed is. Ja, zie je. Daarom speel ik zo rustig. Kijk eens, kijk eens. Oeh. Kijk, die gast ging gewoon niet dood. Maar ja, ik had hem toen toch wel. En dat is wel kut. Als ze daar achterin gaan campen, op die garage. Ja, weet ik ook heel erg hard is. Als iemand een sniperkogel schiet. En het raakt alleen mij. Dat is echt weer zo'n bro moment. Maar ja. Dus ja. Tijdens de livestreamen gaan we Black Ops 2 spelen als het goed is. Ook een beetje GTA 5, een beetje variatie inbrengen. Heet het Black Ops 2, word ik echt niet goed van. Want ja, het is een beetje hatelijk. Want als ik eerst wat gespawnd heb, nou die bullshit. Is niet meer leuk. Dus daarom moet je af en toe een beetje pauzes nemen. En ja, dan komt het wel weer goed met je. Dus ja. Ik weet niet waar ik daar die talk denk ik niet had opgepakt. Ik weet niet wat er aan de hand is met mij. Maar ja. Toen had ik zo, oh my god. Soms, als je gewoon terug gaat kijken, denk ik echt van, what the fuck. Hey, oh, zo, hè. Dat is wat ik bedoel. Zo spawn je daar. Kijk, hè. Kijk, oh my, jij bent echt gewoon een bot. Jij bent gewoon een bot. Sorry, maar daar was mijn aim echt kaka. Kaka 02, ik zweer je. Daar was echt gewoon weer. Echt weer zo'n geluk moment, echt waar. Wauw. Dat diegene me gewoon niet had. Maar ja, diegene zat ook weer een ding te shooten. Mijn UV uit de licht of zo, op mijn counter UV. Dus ja, dat is ook weer iets goeds eigenlijk. Want dan gaan mensen jouw dingen proberen uit de licht te schieten. En dan, ja. Als je ze net nog oppakt, is best wel van ja, gewoon voor ze. Maar ja, fuck it. Dus hier pak ik echt een lekkere feed op als het goed is. En ik had de ultra kill als het goed is hier zo gehad. Maar ik werd. Zo hard gesmekt, hè. Ik ben zo hard gesmekt. Ik vond het echt gewoon jammer. Ik vond het echt gewoon heel veel te jammer. Dus ja. Maar, ja, ik weet niet of we daarover hebben gesproken. Is van de. Ja, het is goed, is wel. Maar, ja, eigenlijk weet ik niet echt zoveel dingen meer te vertellen. Ik ga, oh ja, connection is gefixt. Dus als het goed is, kan ik gewoon weer. Live commentaries maken. En dan ga ik natuurlijk gewoon weer proberen. En ja, zoals altijd, gewoon met heel veel vrienden proberen te live commentaten. En dan gaan we met z'n allen gewoon. Weet je toch, een paar mensen te proberen te kieren. En hopen dat het lukt. Zo niet. Fucked up shit. Dus als het goed is, hier begon die feed. Boom. Hier zo, bam. Nu keer opgepakt. Lekker. Meteen. Jump shot. Ook even erbij. Daarna weer een mooie jump shot. Boom. En hier werd ik gesmekt. Wauw. Ja. Dus mensen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En ja. Dat was gewoon. Gefucked up. Om zo dood te gaan. Dat is gewoon niet leuk meer. Maar ja. Lag gewoon aan mij. Mijn een was gewoon. Kicked up. Ja, is het eigenlijk wel een woord? Kijk het op. Hé, hey, hou af man. Dus ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze gameplay. Commentary was echt best wel falend, maar fuck it. Hé, hey, toch? You only live once. En dat zeg ik later, man. Boss!